Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij Heb je zin, de soap om Nederlands te leren. Vandaag oefenen we nog een keer de grammatica van hashtag Dutch Grammar 3, les 12. Over het perfectum van vragen, vergeten, proberen, beginnen en beloven in combinatie met een ander werkwoord. Nadat Ching, Martin en zijn ouders wat hapjes hebben gegeten, gaan ze aan tafel. Het is feest, dus Martins moeder heeft geprobeerd zo feestelijk mogelijk te koken. Martin, heb jij al aan Ching verteld wat wij altijd eten als we jarig zijn? Nee, ik ben vergeten dat aan haar te vertellen. Nou meid, dan is het dus een verrassing. Leuk, ik hoop dat je het lekker vindt. De moeder van Martin loopt naar de bijkeuken. Even later komt ze weer terug met een vergiet met daarin friet. En met een bord met frikandellen en kroketten. Ching is een beetje verbaasd. Wat is dit nu? Friet met wat snacks? Is dat de feestelijke maaltijd? Zo, dat zal smaken, zegt Martins vader. Ching denkt, waarom heeft ze niet geprobeerd iets speciaals te koken? Ik ben natuurlijk niet vergeten een bakje met uitjes te maken. Hier zijn de mayo en de curry ketchup. Lekker, friet en frikandel speciaal. Ching vindt het eigenlijk wel lekker. Het is niet wat ze verwacht had, maar toch. Martins ouders zijn in elk geval wel aardig, al moet ze af en toe even wennen. Om 8:30 begint de verjaardag. Eén voor één komen de gasten binnen. Wie zijn dat eigenlijk? De buurman en de buurvrouw? Twee vrienden van de duivenvereniging van Martins vader? Ome Joop en tante Rita? En de buurman en de buurvrouw van het huis aan de andere kant van de straat? En verder had de moeder van Martin nog wat vriendinnen gevraagd naar haar verjaardag te komen. Vriendinnen die ze kent van de Plattelandsvrouwenvereniging. Iedereen zit in een kringetje. Met een gebakje en een kopje koffie. Behalve ome Joop, die drinkt lekker een pilsje. Het is niet helemaal het feestje waarop Ching gehoopt had. Ze is duidelijk de jongste en het is ook een beetje saai. Martin, hoe kan ik hier nu vrienden vinden? Ik bedoel, het zijn aardige mensen hoor, maar wil je nu dat ik met deze mensen ga afspreken? Martin lacht. Nee, Ching, dat is niet waarom ik je gevraagd heb hier te komen. Ik wil je iets duidelijk maken. Kijk nu nog eens goed wie hier zijn. Martin, ik begrijp het niet. Ik wil je laten zien wie de mensen zijn die uitgenodigd worden op een Nederlandse verjaardag. Dat zijn familie, de buren en de vrienden die mensen kennen via hun hobby's. De duivenvereniging van mijn vader en de vereniging van plattelandsvrouwen van mijn moeder. Ching, dit is mijn tip voor jou. Als je Nederlandse vrienden wilt, zorg dat je lid wordt van een vereniging. Dat is de makkelijkste manier. En daarnaast, zorg voor goed contact met je buren. En wat is jouw ervaring? Wie komen er op jouw verjaardag? Hoe heb jij vrienden gemaakt? Ik ben benieuwd welke tips jij voor Ching hebt. Schrijf ze onder de video. In de volgende aflevering van Heb je zin zien we hoe het verder gaat. Tot dan! Doei!